Welkom allemaal, jullie kunnen mij horen. Welkom, wat fijn dat jullie er zijn in grote getalen. Welkom bij alweer editie nummer 102 van de Fotochroniek. En ik weet, jullie zijn hier, er zijn ook mensen die thuis kijken naar AT5 of Salto. Dus ook heel erg welkom aan jullie, fijn dat jullie meekijken. Fotochroniek is ons maandelijkse programma waarin de verhalen en de werken van de vooraanstaande fotografen centraal staan. En dat doen we in samenwerking met Dufault en Pictoright. En we danken ook hen erg voor hun steun bij het maken van deze reeks. Mijn naam is Lynn Zebeda en ik heb de eer en het grote plezier om vanavond in gesprek te gaan met Awoyska van der Molen. Een van de meest gerenommeerde fotografen van Nederland en hier bij ons vanavond. Ja, jullie hebben allemaal van haar gehoord, toch? Anders waren jullie hier niet. Hoeveel mensen kennen Awoyska persoonlijk? Vriendin daar. Niet zo heel veel, een aantal van jullie. Awoyska begon vlak na haar afstuderen in 2003 met het fotograferen van stedelijke omgevingen. En daarna werd haar fotografie van de natuur, veel afgelegen natuur, heel bekend en internationaal gevierd. En nu komt de menselijke aanwezigheid weer terug in haar werk. Met de humanness of our lonely selves. De tentoonstelling die momenteel te zien is in Huis Marseille. Zoomt ze in op verlichte vensters die oplichten in de donkerte van de avond. En daar gaan we het zeker over hebben vanavond. De betekenis daarvan. En het belooft een heel inspirerend gesprek te worden. Ik heb er ontzettend veel zin in om met Awoyska over haar artistieke reis te spreken en de thema's in haar werk. Maar voordat we Awoyska erbij roepen, zou ik heel graag even van jullie horen. Hoe gaat het met jullie, sowieso? Hoe zitten jullie erbij? Prima? Verwachtingsvol, mooi woord. Nog meer? Gewoon happy. Wie hier beschouwt zichzelf als een creatief iemand? Misschien gewoon handen omhoog. Ja, toch. Awoyska twijfelde even. Maar wie hier beschouwt zichzelf als een verhalenverteller? Oh, ja. Zeker. Sommigen zeker. En wie vertelt die verhalen als fotograaf? Ook best wel veel. En wie vertelt misschien verhalen op een andere manier? Dan ben ik wel benieuwd. Kunnen we even microfonen hier in de zaal? Dan ga ik zelf erop af. Ik ben wel benieuwd op wat voor manier u bijvoorbeeld een verhalen vertelt. Gewoon even in één zinnetje. Bijvoorbeeld door illustratie. Ik heb 2 stedenboeken getekend en daarbij geschreven. Illustratie stedenboeken, dankjewel. Mooi. En hier nog een verhalenverteller, geloof ik. Ja? Maar dan meer met textiel. Met textiel? Ja, borduren. Nog meer verhalenvertellers? Andere formats? Nog allemaal op een rij? Schrijven over gebouwen en over de leefomgeving en over gebouwen. Oh, wat een goede community hier. Nog één laatste? Zingend. Zingend? Ja, in een koor en soms solo. Soms solo, oké, mooi. Nou, ik ben benieuwd hoe we dat gaan merken vanavond. Ik ga in gesprek met Awoyska en in het laatste half uur is er alle tijd en ruimte ook voor jullie vragen. En tussendoor zullen we jullie ook niet vergeten natuurlijk. Maar ik zou jullie vragen om mij te helpen om een heel warm welkom te heten aan Awoyska van der Molen. Welkom, je hebt ook een microfoon. Ja, hallo. Nog één vraag die ik al wel had willen stellen is, wie heeft Awoyska's werk, misschien haar laatste werk, al gezien in Huis Marseille? Kijk. Kijk nou. Mooi, dat is goed om te weten. Dank je voor jullie komst in grote getalen. Ja. Spannend, leuk. Heel leuk, ja. Welkom aan jou vooral, Awoyska. Wat fijn dat wij hier samen zijn deze avond. Dank voor de uitnodiging. Ja, zeker. Nou, wij kennen je verhaal in ieder geval als toeschouwers van
Je hebt door de jaren heen zoveel bereikt. Zoveel winnen van de Pre-Picte, de nominatie voor de Deutsche Börse Photography Prize. Een hele waslijst. Waar veel fotografen van dromen. Je werk is wereldwijd tentoongesteld in allerlei musea en galeries. Maar laten we eens teruggaan naar het aller begin van deze reis. Wat was het eerste moment dat jij een camera oppakte? En wat trok je daarin aan? Dat was de Rolleicor van mijn moeder. Dat is een soort goedkopere versie van de Rolleiflex. En sommigen van jullie kennen die onwaarschijnlijk, waar je zo in naar beneden kijkt. Zo'n mooi rechthoekig die je voor je buik houdt. En mijn moeder was zwanger. Ik was 10 jaar. Mijn moeder was zwanger van een baby. Ja, ik moet even. En zij had me helemaal geïnstrueerd hoe een foto te maken wanneer zij het kind baarde. En ik wist niet. Nee, dat wisten wij. Ja, kijk. Waar is dit dan? Is mijn eerste foto. Dit is mijn zusje die nu. Die is 1,90 of zo. En die is 10 jaar jonger dus dan ik. Heel wijs. Ik vind haar veel wijzer dan mijzelf. En dit is mijn eerste foto. En nu, mijn moeder is daar 29. Dat ik ineens denk, oh, ik lijk een beetje. Ja, ik lijk op haar, maar dat zie ik hier. Ja, wel een beetje inderdaad. Dit is dus mijn allereerste foto. En de volgende is met de vroedvrouw erbij op. En dan is een foto dat ik haar heel trots vasthoud. Dus ik vond het wel een leuke. Dit was dus een vraag, hè? Wat is de eerste foto die je hebt gemaakt? Weet je nog hoe je je voelde in dit moment? Toen je die vooral over het maken van die foto. Het was dus een thuisbevalling. Onder de boekenplank. Dat moment. Maar ik weet nog wel dat ik. Ik was door mijn moeder goed voorbereid en zo. Maar toch niet op de placenta. Ik weet nog dat ik daarvan schrok. Dat ik dacht, wat is dit nou dan? Het was ook wel. Bijzonder dat gewoon kon en normaal gemaakt werd door mijn moeder. Zie je al iets in dit beeld wat misschien al iets zegt over jouw latere werk? Meer therapeutisch, psychologisch. Dat ik denk, hoe ver ga ik? Maar die moeder van mij, dat zit wel in het werk. Ja. 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 Hi, mom. Ja. Ja. En, hier was je 10 jaar, maar. Hoe ging het verder? Welke gebeurtenis of welk moment inspireerde jou om dan ook echt fotograaf te worden? Nou, dat was dus 10, 20. Toen was ik 25, toen ik koos voor fotografie. Want ik wilde beslist niet. Ik wilde eerst beslist niet naar de kunstacademie. Ik wilde een normale baan van. 9 tot 5, structuur. En dat zit blijkbaar allemaal in het werk. De keuze van studie en daarna werk, dacht ik. Want het was wel een soort onstuimig gezin bestaan en leven. Dus jij zocht gewoon een stabiel bestaan. Maar ik wilde wel reizen. Dus ik ben na de middelbare school ging ik naar een school voor toerisme. Wat helemaal niet werkte. Na anderhalf jaar stopte ik daarmee. Ergens in Eelde, 5 kilometer buiten Groningen. Niks mis met Eelde, maar waar je leert dat Appingedam overhangende keukens heeft. En de Efteling, die en die. Allemaal dat soort weetjes. En dat ik dacht, oh, dit is eigenlijk vreselijk. Of hoe je op Spaanse campings rondleidingen geeft. Dus daar ben ik mee gestopt na anderhalf jaar. En toen dacht ik, ga ik toch naar de kunstacademie, maar dan ga ik architectuur studeren, want dan zit ik op een kantoor. En dan komt het goed. Nou, en dat was uiteraard zeer technisch, ook al was het zelfs op de kunstacademie, maar dat was een hele mooie mengeling van vrijdenkend met het hele technische vermengd. Maar ik kon daar helemaal mijn ei niet kwijt. En er was al wel een docent die zei al in week 2... moet jij niet naar de schilderafdeling.
En toen dacht ik, nee, dat wil ik dus juist. Die kant wil ik niet op. Maar ja, hij heeft wel gelijk gehad en stopte ik na 3 jaar. En, 3 jaar is toch een tijd? Ja, maar toch blijkbaar was er een keerpunt waardoor fotografie... Ja, gewoon omdat ik zo... Ik werd echt heel ongelukkig. En ik kreeg natuurlijk hele slechte cijfers. Want het zat er gewoon... Ik kreeg er niet uit wat er uit moest. En toen heb ik een jaar lang... Wist ik het niet. Dus toen had ik... Dat een vriend zei, ja, dat is een quarter life crisis. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar 25. En ik dacht, ik heb nergens een passie voor. Helemaal onzeker gemaakt door docenten die zagen dat ik niet op mijn plek zat. En die, nou ja, die proberen je eigenlijk gewoon van die opleiding weg te duwen. Ja. Ze kunnen je niet wegsturen. Maar, toen zei een vriendinnetje ergens aan het begin van het jaar... ga je mee naar een fotocursus hier ergens in de wijk? En... dat was het Eureka-moment. Dat ik dacht, dit is het. Dit is het. Ontwikkelen, fotootjes afdrukken. En toen ging ik terug naar de academie en zag ik wel... wat ik toch in die 3 jaar had geleerd tijdens die... toch die combinatie tussen de techniek en het vrijdenkende. Ja, ja. En het form follows function. Dat was dan een belangrijke... Dus niet zomaar mooie dingetjes maken, maar wel wat dat moet ontstaan uit inhoud. Dat is er heel erg wel tijdens die studie ingepeperd. Dus ik, ja, en het kijken toch ook. Dus toen ben ik teruggegaan naar de academie in Groningen, Minerva, en ging ik fotografie volgen. Ja, and here we are. Ja. Mooi. Laten we naar... Ga naar de thema's in jouw werk. Of de grote betekenis in jouw werk. Want één rode draad die we terugzien is... Nou ja, natuurlijk de natuur en stilte. En je werkt ook vaak, of in ieder geval in de periode... tussen jouw stedelijke fotografie in het begin en ook het nu... echt in afzondering en in totale stilte in de natuur. Kun je daar gewoon iets over vertellen? Van hoe je dan te werk gaat? Waar ga je dan naartoe? Mm-hmm. Hoe lang blijf je weg? Natuur vermengd met die stadsbeelden? Ja, gewoon vooral het... Ja, nu, inderdaad, we zien de stad achter ons. Maar vooral het stuk dat erna kwam. Ik merk dat ik het altijd heel fijn vind om het zo chronologisch... Dus dan denk ik, nou, dit is tussen 2004 en 2008. Ja. Na mijn afstuderen en ik geen mensen... Ik portretteerde ook mensen eigenlijk tijdens mijn afstudeerwerk zijn portretten. Maar er was een periode dat ik dacht, ik moet gewoon weg van iedereen. En ik ga naar de stedelijke omgeving, de rand van steden. Wat wel belangrijk was tijdens de opleiding. Ik studeerde in 2003 af, daarna in Breda, op de Sint-Joost heb ik nog gedaan. De opkomst van de digitale fotografie, natuurlijk eind jaren 90, 2000. Al die leuke pastelkleurige Mac'jes werden in lokalen neergezet. De helft van de doka ging weg. Printers en mijn collega-studenten natuurlijk met digitale camera's ook aan het werk. En ik dacht alleen maar, oh nee, moet ik dat? Dat kan ik. Moet ik dat dan onder de knie krijgen? Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil in die stille doka blijven. Dus ik kreeg een soort... afkeer. Nou, geen afkeer. Ik dacht, daar ga ik me niet mee bezighouden. Dat gaan jullie maar doen. Maar ondertussen natuurlijk ook... ik weet nog heel goed dat mijn toenmalige vriendje zei... Kijk, dit is Google. Stel maar een vraag. En kun je nagaan wat er toen nog niet allemaal in verwerkt was. Maar... Toen al voelde ik een soort onrust van... Maar ik wil deze stapel boeken eigenlijk nog lezen. Heb ik nog steeds niet gelezen vandaag de dag. Maar dan zit daar dus ook nog allemaal informatie in dat tot ons komt. Dus steeds sterker dacht ik... ik ga in mijn eigen cocon mijn werk maken. Ja. Want anders... dat vind ik sowieso knap hoor, wel ook aan... kunstenaars of iemand die en curator is en schrijft. En, want er zijn, dat
kan ook heel goed samengaan. Maar ik merk dat ik me toch altijd heel erg wil focussen op één... Nou, niet een doel, ik heb geen doel, maar niet te veel afleiding. Dus de rode draad is misschien wel weg van de afleiding. En dat heb ik gevonden in een paar verschillende onderwerpen. En die ramen nu in Huis Marseille, dat kan dan voor kijkers of toeschouwers lijken alsof het iets heel een nieuwe weg is. Maar het is gewoon de doorgaande... rode draad van het. Maar hoe ik dat dan. Ja, dan ga ik alleen op pad. Maar dat doet toch ook wel veel. Een schilder staat ook toch vaak alleen in zijn atelier. En ik kies er dan ook voor om te reizen. Om weg te zijn van mijn omgeving hier. Want dan het idioom is al anders buiten Nederland. Dus de straatstenen, de elektriciteitskastjes. Dus. Dan is er een nieuwe manier van kijken, omdat de omgeving anders is. Maar ook weg van de romslomp die thuis altijd afleidt. Dus, weg van de afleiding. Ja. En je zoekt dan de stilte op? Of zeg ik dat goed? Ja, want dit is wel langs de rand van steden steeds. België of Polen. Of in het begin nam ik ook wel de trein, toen had ik nog geen... eigen auto of zo. Dus dan ging ik ergens in een hostel zitten en dan... maar dat vond ik altijd wel lastig, want dan ben je zo gebonden aan een plek waar je moet overnachten en dan moet je terug. Ik hou ervan van A, B, C, D, E, gewoon overal. Niet terug te moeten gaan naar een punt. Dus op een gegeven moment... maar in die stadsomgeving sliep ik nog wel gewoon in hostels. Want ik had natuurlijk geen geld. Totdat ik misschien een startstipendium kon ontvangen dankzij het Mondriaan Fonds. En in de natuur ben ik heel makkelijk gewoon in mijn auto gaan slapen. Ik ben heel sociaal hoor, maar tijdens het werk dan hoef ik niet... Ja, maar ook dat was dan ook financieel makkelijker. Maar ook dan is er natuurlijk interactie. En soms was dat ook heel leuk. Maar het is veel makkelijker om ergens te parkeren. Aan de rand van een dorp. Want anders zou het misschien... Ik zoek niet onveilige situaties op. Terwijl die er nooit waren. Maar aan de rand van een dorp. Dan, wat drijft jou dan van A, B, C naar D? Is dat gewoon een gevoel van waar je moet zijn? Of? Ja, in de natuur kan ik dat, die plekken die ik verkoos, dat is dan soms las ik of hoorde ik iets over een omgeving en dan werd ik nieuwsgierig en dan bezocht ik zo'n plek. Of in het begin, dit is dus al die stadsbeelden is allemaal 's nachts gefotografeerd, want ik dacht dan is het, natuurlijk, dan is het stil, dan valt de stad in slaap en dan. Dan staan je antennes op een andere manier, zijn die geactiveerd. En toen ik begon met het landschap, dacht ik nog, dat moet ook in het donker. Want dan kan ik ook zelf stilvallen. Maar dat, daar kwam ik achter dat niet nodig was. En in het, hier moet ik zo wat over zeggen. Dit is een keywork. Wil je er nu wat over zeggen? Ja, eigenlijk moet ik nu even mijn zin afmaken. Okay. Want was die ook weer dat... nee, die ben ik kwijt. Dit is dan het laatste beeld dat ik maakte in de stedelijke omgeving. En toen was ik daar... Hij is een beetje onscherp. Toen dacht ik ben hier klaar mee met al die gebouwen en die panden. Ik wist ook niet zo goed waarom ik dat... Ik zocht dus wel die stilte en dat... Maar ik wist niet waarom. En die vraag waarom, dat is nog steeds nu, ook met dat nieuwe werk... Dat kon ik heel lang voor me uitschuiven terwijl ik dat maakte. Maar op een gegeven moment wist ik, dit ga ik tentoonstellen. En dan moet er een museumtekst. En dan moet ik, dan moet het waarom. En dat is nog steeds interessant om te blijven ontdekken. Ook nu het dan geëxposeerd is. Dat is natuurlijk weer een nieuw soort plek van het werk. Nadat ik het letterlijk heb gezien, dan afgedrukt in kleine schetsjes. Maar al die stadsbeelden, ik wist niet waarom, maar wel dat ik het moest doen om ergens toe te komen. Dus daar was ik heel standvastig in. En dit is het laatste beeld. En dat hing niet per se op mijn atelier. Misschien op een gegeven moment had ik ook niet eens een atelier. Maar
Ik heb toen een jaar geen nieuw werk gemaakt, omdat ik niet wist hoe ik verder wilde. Maar dit was klaar, voor mijn gevoel. Dus ik had toen wel wat exposities, of ik deed wat portfolio reviews waarvoor ik me had aangemeld. Dus er was, of ik deed wat kleine opdrachtjes. Ja, er zitten hier misschien niet heel veel jonge studenten in de zaal, maar ik vind het altijd zo leuk om dan. Of leuk. Zit hier fotografie-studenten in de zaal? Fotografie-studenten? Ja, goed. Wel een paar. Ja. Dat, ik vond het altijd. Ik deed geen fotografie in opdracht in het begin, omdat ik dacht dat leidt ook weer af, want dan moet je luisteraar een opdracht vragen. En ik verdiende liever de huur bij elkaar. En in de thuiszorg werkte ik en als serveerster, zodat ik ook weer mijn hoofd gewoon voor dat werk vrij kon houden. Maar, nog één keer terug naar het beeld. De krater noem ik het eigenlijk, een soort bijnaam van, van die vorige foto nog. Dat ik plots zag ik het. Zo moet ik verder. Ik moet die grond in, dat afgeschraapte stuk aarde. Dat is waar ik naar, naar zocht. Ineens was dat een heel sterk wetenschap. En moeder aarde, of de bron waar we vandaan komen, waar alles uitgroeit, ook uit water. Maar, en dat was zo'n goed moment om te weten hoe een beeld dus mooi laat zien hoe ik verder moest. Dus zo raakte ik in het landschap. Ja. En toen, hoe ging het verder? In jouw werk? Ja, wat is het volgende beeld? Oh ja, toen was ik. Dat duurde ook weer een tijdje voordat ik begreep wat ik daar dan zocht. En dat, nou, misschien wel een paar jaar eigenlijk. Hier zie je nog wel. Ik vermeld dus nooit bij mijn werk waar het is gefotografeerd. Dat hangt dus niet in een op titelbordjes, wordt dat erbij. Maar dit vind ik dan wel leuk om te vertellen. Dit is Granada, vanaf een hoge skipuntberg, maar dan in de zomer. Dit is een soort hutje waar je blijkbaar in de winter je drankjes kan halen. Maar het lijkt dus, sommige mensen denken dat het een zee is, maar dat zijn lichtjes van de stad. Er is dus in het begin van het werk in het landschap is er nog de stad wel voelbaar. En mag wel verder, Kamela. dit is een van de echte eerste landschapsfoto's. De volgende is geloof ik een schilderij. Die heb ik eruit gelaten. Af en toe een referentie want bij die vorige dacht ik, het doet me denken aan die hele zware grondpartij van kiefer, wat ook een hele heftige lading heeft, die werken. Maar dat vond ik ook wel. Jullie zien hier iets anders. Ja, we zien het. Okay. Eigenlijk al bij al mijn werk makend denk ik, waarom doe ik dit? Wat vertelt me dit? Wat ik er heel intrigerend aan vind, is dat het lijkt inderdaad alsof je de ruimte probeert te maken om echt ergens naar te luisteren. Van inderdaad, de afleiding moet weg, het moet stil, om ergens naar te kunnen luisteren. En ik probeer nog te begrijpen van waar luister je naar? Nou, misschien eigenlijk op een gegeven moment nu ook. Ik denk en ik ratel en ik denk en ik. Maar daar, dit is dus het allerfijnste moment. Daar zijn met een camera en niet weten waar het, wat het ook moet worden. Of het is natuurlijk een luxe wanneer je werk maakt, omdat je bent uitgenodigd en het mag ergens geëxposeerd worden. Maar dit was ook vooral een tijd dat er niet iets in het vooruit. Je maakt het gewoon omdat je het aan het maken was. Omdat het moest. En sowieso het fotograferen op die momenten zelf, dat gelukkig is een groot woord. Maar dan ben ik denk ik wel. Dan ben ik in mijn sas. Laat ik het zo maar. En er zijn dus ook hierbij, die komen later, een paar foto's waardoor ik begrijp
dit zoek ik dus. En het mag wel ietsje sneller vooruit. En dan, dit zijn nog hele, vooral deze ook, van die majestueuze, sublieme landschappen. Mm. En achteraf weet je, dit vooral dit ook, de Alpen. Ik had het net met een vriendinnetje over de Alpen. Dat ik dacht, oké, ik maak deze foto omdat je erom vraagt. Je ligt daar zo mooi te zijn. Mm-hmm. Dat bracht ook een soort ergernis, gezonde ergernis. En dan natuurlijk, ik kwam dan terug in mijn atelier de films ontwikkelen. En dan zag ik steeds van die Weidse, hier wordt het al wat donkerder. Mm. Van die te mooie landschappen, maar te mooi, ja. Nou, dat vind ik, ja, misschien nou, en daar, de volgende, nog even. De volgende, dat is dan de romantische. Want ik dacht ook, waarom, hoe komt het toch dat ik dit soort landschappen fotografeer en zie, wacht, dit is natuurlijk wat zoals je dat leert, prachtige landschap, schilderijen ziend uit de romantiek in musea. Dus na 2 jaar, dat gaat bij mij allemaal heel traag, dacht ik, ik word eigenlijk verleid door die schoonheid. Ik moet het me geloof ik meer eigen maken. Ik zal die term eigen maken echt nog niet hebben gekend toen. Ik dacht, ik moet er meer in. En dat is dan het resultaat van al het werk daarna. Dat de schaal minder duidelijk wordt. Dat er geen horizon te zien is. En dat ik in die... Ja, nou, het is niet altijd donker werk. Er zitten ook hele lichte partijen in. Maar er mag wel eentje verder. Is heel donker. en dan zijn er op een gegeven moment foto's die mij weer een weg helpen, op weg helpen. Ja, en je gebruikt net veel de woorden, ja, inderdaad, je ligt daar mooi te zijn, het vraagt om een foto. Wat heb jij, en ook inderdaad, ja, inderdaad, we zijn allemaal een soort van geprogrammeerd om bepaalde beelden mooi te vinden misschien, of inderdaad die roman, die schilderijen en... wat heb jij geleerd over wat schoonheid echt voor jou betekent? Ja, dat is een hele mooie vraag. Dat vind ik dan ook heel... heb ik dan een heel mooi antwoord op. Hoeft niet. Ja. Gewoon een beginnetje van een antwoord. Ik denk dat die schoonheid ligt in het... echt een totale... Ik vind het zo spannend om het woord geluk te gebruiken. Omdat dat weten wij toch allemaal inmiddels. Dat zijn soms hele korte momentjes waarop je denkt... wat voel ik nou? Het is alweer weg. Want ik moet weer dit en dat. En daar ben ik aan het denken en dit is aan de hand. Maar in totale... Dus schoonheid zit denk ik in een heel... zorgeloze gemoedstoestand. Ja, daar zit. Maar dat komt pas tot mij wanneer ik daar dus ergens ben. Dit is ook een keywork. Ik noem het maar dan een keywork. Mm. Een sleutelwerk, dat is een sleutelwerk. In het begin fotografeerde ik nog veel in het donker, wat heel lastig is in het landschap. En dit was overdag. Ze zijn dus niet allemaal in chronologische volgorde. Maar deze heuvel, het is denk ik 500 meter hoog. En het beeld is een beetje... daar zie je beter het lijntje. En ik was helemaal vertederd door deze heuvel. Want het leek op een... Nee... Dat zag ik ook pas weer later. Het lijkt op een soort slapende neushoorn met de lijn van... Of een groot dier met de lijn van de rug waar je op kijkt. En het was toen ik daar stond... Nou, zo onder ons. Dit is een klein eilandje boven Lanzarote. Je hebt de Tenerife, Santa Fuerteventura... Waar iedereen lekker op het strand ligt te bakken. En dan heb je Lanzarote, wat iets minder aantrekkelijk is, want... Daar staan alleen een paar palmbomen in het noorden. En voor de rest is het prachtig korsterig met een heel mooi vulkanisch landschap. En dan, als je dan nog een kwartier een hele wilde in de wind ferrietje neemt... dan is daar een klein eilandje, La Graciosa.
waar je gewoon in een 2 uurtjes omheen bent gelopen. Dus ook vaak daar waar ik ben, probeer ik ook nog weer verder weg te gaan van wat daar al is. Dus steeds alsof ik naar het puntje van het einde van de wereld, van dat gebied waar ik ben. Dus ik neem dat A, B, C, D, dat gaat steeds door. Maar dat is ook zo fijn aan een eiland of een berggebied. Want dat heeft natuurlijk een geografische begrenzing. Dus dan stopt dat mij in ieder geval. Maar toen liep ik dus op dit kleine eilandje en vertederd door deze heuvel en berg. En ik dacht, ik voelde echt zo'n, het troost mij. En toen dacht ik, huh? Toen was ik 31. Maar ik heb helemaal geen troost nodig. Ik ben toch een sterkere grote meid. Maar dat was heel inzichtelijk. Misschien, ik weet niet of de volgende dag of de week daarna. Of misschien wel bij het afdrukken van die foto, dat weet ik niet meer. Maar is dat misschien waar ik naar? Is dat waarom ik in het landschap me zo goed voel? Of daar wil zijn, daar die beelden uit kan destilleren. En nu weet ik dat dat zo is. Het brengt mij. Ook al is het landschap natuurlijk nog zo verwoestend, ook de natuur. Maar het is ook iets wat je niet. Hoe zeg je dat? Ik kan het vertrouwen, die plekken. En dat heeft ook te maken met het wildkamperend opgroeien vroeger met het gezin. Dus dat je wast je in de rivieren, je haalt water bij de boer. En je kookt je potje. En dat was dan wel in gezinsvorm. Maar daar heb ik van mijn zesde tot mijn zestiende ondervonden dat het goed toeven is in je eentje. En toen ik dat dus deed met het fotograferen, bracht het zijn daar, bracht een soort. Nu komen dus al die vreselijke woorden die ik dan. Die ik wil eigenlijk zeg dat gewoon. Jullie dit dan allemaal voelen. Ja. inderdaad, het harmonie en troost. En dat dus ook eigenlijk je eigen gedachten ook eindelijk stoppen. Ja. Want, en dat is misschien ook wel meditatie, wat ik niet doe. Ja, ik doe yoga wel eens, maar ik ben in het normale leven te ongeduldig daarvoor. Dat gebeurt wel wanneer ik daar ben. En jullie misschien ook, maar dan moet je vooral alleen zijn. En dat is vaak de vraag die ik krijg. Vind je dat niet eng? Voel je niet alleen? Maar dat dus niet. Ja, en nog, ik wil nog even terug naar hoe je het in het begin of een paar minuten geleden omschreef. Van inderdaad schoonheid als een zorgeloze gemoedstoestand. En inderdaad, of troost. Want die zorgeloze gemoedstoestand, waar maakt dat dan weer ruimte voor in jou? Ja, dat die stille plekken, Zuid, in welke gebieden, waar dan ook, dat die. Dat stille plek, of dat de natuurlijke invloeden. Nee, ik probeer niet één te worden met die plek. Ik weet niet wat dat is, wat dat betekent, één worden met. Maar ik ga natuurlijk gewoon terug daarna waar wij duizenden jaren hebben geleefd. Alleen de laatste 200 jaar, 100 jaar, ging het een beetje veranderen. 300 jaar, meer. Ja. Maar dus ik ga terug eigenlijk. En ik hoop dan te geloven dat ons, je diepste intuïtie in je gestel, volgens mij is het dan gewoon toch je de onderbuik of al je sensoren die weer die eigenlijk thuiskomen. Laten we daar inderdaad misschien op een andere manier over hebben. Want dit is wel. Moet ik ook wat over vertellen? Ja. Oké. Laat hem vasthouden deze. Ja, maar, wat ik graag wilde vragen over wat je net zei. Want inderdaad, jouw werk
het voelt heel erg voor mij heel erg tijdloos en ruimteloos bijna. Gewoon, gewoon heel erg op zichzelf staand, inderdaad. Al die woorden die je net noemde. Maar het is wel degelijk ook een reactie op onze samenleving. Ja. Toch en op onze... Ja. Ja, op ons bestaan. Misschien kun je daar iets over zeggen? Dit is ook een werk wat me deed inzien. Dit is echt zo'n soort... Eerst drukte ik hem niet af. Ik zag een kleine contactafdruk en ik dacht... Hier zie je iets meer detail in het midden. Ik dacht, oh nee, veel te mooi. Al die bloemetjes aan de buitenkant. Het lijkt wel een Japanse tekening. Veel te truttig. Totdat ik hem een jaar later afdrukte en dacht, oh, maar dit... En die donkerte waar je bijna intuimelt, de rand van begin, eind, licht, donker, leven, dood. Ineens snapte ik de donkerte in het werk wat voor mij als kan als een soort warme deken of een warmte. Of een, het is voor mij niet een... angstigend gebied. En dat vind ik heel spannend in dit beeld. Dus daarom, met deze begon ik ook heel veel te begrijpen. Toen ik net vertelde over de... Maar goed, de snelheid in onze samenleving. Toen ik op de academie een scriptie moest schrijven. Die hele fascistische Italiaanse futurist. Manetti. Ja, over de snelheid in de tijd. En natuurlijk die digitale samenleving die tot ontspruiting kwam tijdens mijn afstuderen. Dus dat. Ik begrijp dat Rousseau ook. In zijn tijd beschreef al dat het veel rustiger was buiten de stad. Dus dit in is 17 van alle... zoveel. Zo, precies. Ja. Vanmiddag spraken we even. Wanneer was Rousseau ook alweer? Ja. Dit is dan van alle tijden dat mensen snelheid ervaren. Maar in mijn opgroeien is zeker dit werk, ook al vind ik hier ook troost uit vanuit mijn eigen... manier van groeien, opgroeien, het nest waar ik uitkom. Maar ik kan het. Het is ook een anti-reactie op wat er om mij heen bewoog, zeker. Ja. 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 Ben benieuwd wat het bij jullie oproept. We zeggen hier inderdaad een aantal woorden. Eng, hè, als je iets gevraagd wordt. Ja. Jullie kunnen je achter elkaar verschuilen. Wil iemand gewoon intuïtief? We zeggen al troost, we zeggen ook terug naar iets. Ja. Ik zeg het even in de microfoon, zodat mensen het ook horen. Van waarom moeten we daar eigenlijk woorden aan hangen? Is het niet al een taal? Niet hier, nu vanavond, bedoel je, maar in het algemeen. Dat heeft denk ik wel veel met karakter te maken. Denken dat het moeten verantwoorden, uitleggen... Nou, ja, maar natuurlijk ook soms wanneer je je werk presenteert. Nee, niet soms. Dan wordt dat toch wel. Maar dan nog zou ik ervoor kunnen kiezen om het heel sumier te houden. En dat is denk ik heel erg mijn persoonlijkheid. Want ik weet het werk, het liefst laat ik het bestaan zonder woorden. Ja. Zeker die landschappen. Mooie vraag wel. Zou er ook gewoon een uur gewoon stil kunnen zijn? Met elkaar? Ja. Ja. Nou. Oh nee, ik ben niet wanhopig. Nee, ik ben gewoon wel heel...
ik praat altijd heel denkend. Ook al heb ik natuurlijk meer over mijn werk gesproken, maar ik moet altijd het weer terughalen. Ja. Hoe zat het ook weer? Maar dat is gewoon ook. Ik zou graag. Nee, ik ben wel ontspannen. Ik ben niet van open. We gaan hier zeker. We hebben straks nog genoeg tijd om hier even verder over te denken. Maar ik zou heel graag ook nog ietsje inzoomen op die technische kant van, mm-hmm. van je werk. En alleen al het feit dat je analoog werkt, inderdaad, in een tijd waar wat je ook benoemt, eigenlijk gewoon, dat is een heel erg bewuste keuze. Of ik ben bij analoog gebleven. Ja, ja. En anderen. Anderen zijn. Maar dat heeft ook. Omdat er zijn natuurlijk genoeg die fantastisch zelf digitaal kunnen printen. Maar dat was misschien. Ik wil dat afdrukken zelf in de hand houden. En ik denk dat ik ook een beetje bang was voor al die nieuwe technieken. Dan moet ik dat nu onder de knie gaan krijgen. Nee. En verstopte inkt. Inktkoppen is een soort. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet de hele tijd. Maar ik vind ook dat die lange uren in de doken staan. Maar je kan ook lange uren in de digitale. Dus dat. Ja, het is. Ik vind het ook eigenlijk nog steeds gewoon mooier. De huid van barietpapier van het negatief. Want soms druk ik wel. En dan is een negatief gescand. En dan wordt dat op Hanemühle barietpapier. Nu heb ik dus de neiging bij een bordje te zetten. Handgedrukt in de doka met 3 baden, ja. Papier. Ja. Want nu is de verkoop van digitaal barietenpapier. Barietenpapier. Maar ook het niet direct kunnen zien wat ik fotografeer terwijl ik daar ben. Dus niet 's avonds mijn foto's laden op een laptop en dan meteen al. Dat is wel heel belangrijk. En dan eigenlijk meteen al het beoordelen van die plekken waar ik ben geweest. Of die voelt bijna als het beoordelen van dat stuk natuur waar ik was. Dus dat laat ik lekker allemaal broeien in die rolletjes. En als ik dan, meestal ben ik maximaal 1 week of 3 weg. En als ik dan terugkom, laat ik het ook nog even zitten. Dan ontwikkel ik het niet meteen. Dus dan gaat het ook, krijgt het een soort. Weer meer autonome nieuwe vorm of zo, die latente beelden. En ik vind eigenlijk. Dat klinkt zo, want ik vind soms digitale foto's gewoon te scherp. En ik fotografeer Mamiya RZ. Middenformaat camera 6x7 voor iemand die daar nieuwsgierig naar is. Dus niet met een 4x5 inch met een doek over mijn hoofd. Want dat vind ik dan een beetje onhandig. Ik beweeg liever die camera met mijn lichaam mee. Maar wanneer ik het. Oh ja, dit is Hercules Segers. 1600. Rembrandt geïnspireerd door hem. Dit herinnerde ik me ineens tijdens die vooral net. Al het korsterige werk, want er zit een soort verloop ook in. Op een gegeven moment ga ik veel meer de begroeide wereld ook weer in. Maar dit was een boek wat ik vroeger al als kind zag, omdat het in de. Dus dat heb ik. Moet ik vast en zeker hebben doorgebladerd. Want ik. Dus dat is dan mooi wanneer je veel later herinnert. Hé, maar dat heeft vast ergens al invloed gehad. Maar dat. Dat afdrukken van die. Mm-hmm. Dus negatieve, die zijn niet zo heel groot. Maar de prins, die druk ik tot 1,40 op zijn grootst af. Soms ook 1,80. Mm-hmm. En dan wordt het natuurlijk een beetje onscherper van. Dus dat. Ja, het is alsof het een soort ademende poriën worden ook. En bij digitaal is het allemaal zo precies. Ja, precies. Dat kun je ook weer veranderen, dat weet ik. Maar ja, misschien nog 1 vraag daarover voordat we naar. De nieuwe tentoonstelling gaan, The Humanness of Our Lonely Selves. Want jij doet niet alleen gelatine drukken, maar ook kool. Kool drukken. Ja. Kun je dat laten zien? Hoe ziet dat eruit? Of wat doet dat? Nou, dat zijn de laatste 2 beelden, Kamala. Dat de ramen. Of we moeten nog even snel door de natuurbeelden heen. Ja, we kunnen het ook. We kunnen het ook voor zo meteen bewaren. Voor als het beeld komt, dan houden we dat even vast. Ja.
Want ik denk dat het heel erg... Oh, hier zijn ze. Ja. Oh, kijk. Nou, perfect. En dit is al een cool afdruk? Nou, dit is dus... het is gewoon in de doka bariet drukken. Ja, dat is niet zo heel langzaam. Maar dit is dus echt... 2 maanden lang heb ik samengewerkt met een kooldrukker. Je ziet links... Nou, er zijn dan dus al 20 stappen daarvoor geweest. Maar de gelatine is zwart gemaakt met een pigment in 1850. Dus een 19e-eeuwse Franse techniek. En het gelatine werd gepigmenteerd met toen lampen zwart, roet. Tegenwoordig kan dat gewoon met de verschillende inkten. Ecoline inkt zelfs. En de tint van de zwarting kan je aanpassen. Maar dat... Die gelatine wordt op een eerste drager gesmeerd. Dat moet dan een dag drogen. Je moet eerst die gelatine aanmaken, pigment drogen. En dan het negatief. Inmiddels kan dat digitaal heel fijn natuurlijk het negatief vergroot worden. Dat is dus een digitale stap die ik heb gedaan bij deze met de kooldrukker. Want de afbeelding wordt zo groot als dat het negatief is. En mijn negatieven zijn nog steeds met diezelfde camera wat kleiner... Dus dat wordt met een UV-lamp op die gedroogde zwarte laag belicht. En dan de lichtere partijen, daar komt natuurlijk meer UV-licht doorheen. En de donkere partijen minder. Dan dat vel wat er nu afgetrokken wordt. Oh, ik kan het nog steeds niet in 3 zinnen uitleggen. Nou, je legt het tweede vel erop... Moet het in een warm waterbad, 8 minuten. En dan moet het in een 6 minuten waterbad en eroverheen rollen. En dan arbeidsintensief. En dan trek je het los. En dat gaat dus ook 5 van de 10 keer mis. Want dan trek je het los. En dat beeld rechts, dan ga je dus in dat water... schud je de gelatine eraf. Wat dus dan hier de witte partij daarna oplevert... Maar dan flabbert dus heel vaak de zwarte partij los. Mag omdat ik het soms niet goed hecht. Ja, als iemand hier vragen over heeft, dat we die in het laatste half uurtje zeker aan bod laten komen. Want dit is heel bewerkelijk. Het is heel bewerkelijk. Dat ga ik ook nooit meer doen. Maar nou, nog 1 ding. Je ziet dat het zwart... Daarom koos ik ervoor bij die kozijnen. Want al eerder heb ik wel gedacht, had ik die techniek. Maar dat hoeft niet bij die landschappen. Want dat maar... Dat zwart, dat glimt dus omdat die gelatinelaag dat dikker is. Want het is dus een heel klein vliesje, die foto, als het ware. En wat wit is, het raam, is mat. En ik dacht, dat gaat denk ik heel goed werken bij... Dan past de techniek in, gewoon bij de toch ook het beeld. Ja. En is het niet mooi. Gewoon een mooi trucje van, 19e-eeuwse techniek. Mooi, om jouw passie hierover te voelen. Maar als we echt inderdaad gaan naar deze serie... The humanness of our lonely selves, heb je het genoemd. Wat is er belangrijk aan dat woord? The lonely selves, de eenzaamheid. Mm-hmm. En het zichtbaar maken daarvan. Nou, ik vond het... Morten Veldman, een componist... In de jaren 60, 70, 80... contemporary componist... Die sprak dit uit in een interview. En helaas zijn al die interviews offline gehaald. Ik kon dus later niet meer de context vinden. Maar ik vond dat een hele mooie... Nee, de zin was the humanness of just our lonely selves. Ik heb just weggelaten. En dat bleef heel lang bij mij rondzingen. En ik heb ervoor gekozen om dat de titel te laten zijn van dit werk. Er zit een soort... een toestemming of een mededoog in voor de loneliness... waar wij allemaal mee te om te gaan hebben. En die titel kwam ook eigenlijk pas... kwam helemaal op het laatst toen ik het museum zei... Wij hebben, daar zit Tim van het museum bij. Nu komt waar is de titel... Dit werk ontstond terwijl ik natuur aan het fotograferen was in Japan. Omdat, ik heb heel veel in Europa gefotografeerd. Maar werd een keer voor iets uitgenodigd in Japan. Zodoende ging ik daar in het landschap fotograferen. Maar eigenlijk al
tijdens die eerste reis, in totaal misschien 7 reizen daar gemaakt. Dit is, ik denk, echt de eerste foto van een raam die ik fotografeerde. Viel mijn oog daarop. En dat ik dan ook dacht, maar waarom doe ik dit? Ik ben toch bezig in het landschap. Moet ik weer statief neerzetten in de avond? Ik was op weg. Dit is dan 's avonds, dus dan ergens eten. Want dan heb ik overdag in de hitte gefotografeerd. Dus dat doe ik dan. Het is bijna... Nou ja, heel mooi. Maar toch ook... Maar hier ben ik helemaal niet mee bezig. Nou goed, ik maak een foto. En dan terugkomen, reis, ontwikkelen. En ik dacht, ja, wat mooi. Dus een volgende reis daarop. Mag wel verder, Camilla. Volgend raam. En zo is dat gaan groeien. En ben ik op een gegeven moment... Mogen we de volgende ramen? Heb ik daar... Ja, het is wel grappig dat ik dan eerst toch nog wel het groen zichtbaar laat. Ik had toen liefdesverdriet. En dat weet ik nog heel goed, omdat dat dan... Ik voelde zo was mijn eigen keuze, hoor. Maar toch een beetje dat verdriet, het moet er wel uit. En dat dan zo'n raam opgelicht, dat heeft iets heel huiselijk. Nou, dat heeft dus niet kunnen gebeuren. Gewoon in die sferen heb ik denk ik wel die eerste foto's gemaakt. Maar er komt straks ook een andere foto waarbij ik gewoon echt... Dat ik dacht, ik sta nu gewoon in zo'n Japanse... film, heb ik even de regisseur kwijt. Dus dat ik dat ook snel weer losliet. En zeker natuurlijk het jaar daarna dat ik er weer was. Ik was er ongeveer 1 keer in het jaar. Mag wel verder. Volgende beeld. Oh ja, deze deur. Bijvoorbeeld ik en mijn geheugen. Er is ongetwijfeld iemand van jullie, de Japanse regisseur, die in de jaren 50, 60, 60, van die prachtige, van die... Heel veel mooie... Een van de verhalen vertel ik soms helpen. Ja. en dat ik ook wel dacht, nou, maar dit is gewoon... dit is bijna te mooi, kan dit wel? Want die landschappen, dan waren er 5 à 6 beelden per jaar die ik sterk genoeg vond. Omdat het zo... Ja, het was best moeilijk in het landschap zoiets daaruit te halen wat het onderbewuste beweegt. Dat wilde ik wel oproepen wanneer je voor dat werk staat. En niet dat je denkt, oh, dat is een boom, oh, dat is een steen. Maar dat het... Want nu kijken jullie natuurlijk allemaal omhoog, maar wanneer ik ze... ophang, dan zorg ik ook heel secuur dat het op zo'n hoogte hangt dat het niet meer met de ratio contact heeft, maar net iets daar beneden in dit intuïtieve gebied. Hoe doe je dat? 4 centimeter lager. Ah. Dan de middellijn, die is namelijk 1,50. Hè, Marcel? maar net iets lager. En het is echt heel wonderlijk. 4 centimeter hoe dat, lager dan de middellijn. Zelfs ook mensen die lang zijn. Dat heb ik ook een beetje getest. Dat het hoger, lager. En dat interessant. Ja. En dan doet het iets met ons onderbewuste. Gaan we met die landschappen. Dat hoeft er niet met die ramen. Want dat is toch een heel andere. Maar dan het arriveert in dit gebied. En niet met heb je ik toch weer de neiging om dit te gaan vragen. Van wat doet dit? Misschien met jullie gevoel. Onderbuikgevoel. Zo'n beeld. Ja. Oh, maar hier komt een microfoon, ja. Ja, het geeft heel veel inzicht. Uitzicht geeft inzicht. Uitzicht geeft inzicht. Ja. Dat is een mooie, ja. Ja. Maar want het antwoord ging toe naar dat concept van eenzaamheid. En waarom dat belangrijk is om in het licht te brengen, misschien wel. Of in het donker. Ja, nou... dat kwam ook
de loop van de jaren. Eerst, net als met het fotograferen in het landschap, wist ik ook niet waarom ik dit, wat dit moest, wat dit. Mm-hmm. Maar iets waarom jou, mij jouw dit antennes aantrok, zeiden iets ja. van: hé, hey, hier zit iets. En dat vind ik dan. Ik vind het ook voor mezelf belangrijk om te weten, uiteindelijk. Waarom ik hier zo door aangetrokken werd. En wat het dan. Het communiceren naar buiten toe. Ja. En dat heb ik ook de eerste 4 jaren hoefde ik daar van mezelf niet. Ik vroeg het me wel af, maar ik heb dat niet geforceerd. Totdat ik. Want ik heb ook in een lab gewerkt, samen met de Japanners samengewerkt. En hoe meer ik daar kwam, begon ik ook. Nou ja, je gaat natuurlijk nooit je cultuur begrijpen, maar wel, je ziet omgangsvormen uiteraard. Of die ondervind je, of aanschouwend. Maar ook inmiddels begrijpend dat eenzaamheid daar een. Maar ook inmiddels wereldwijd. Sommigen noemen het al een epidemie. Er is in de Verenigde Staten in 2018, voor COVID, al een minister of loneliness aangesteld. Maar ook in Japan in die tijd. En dat ga ik dan niet heel sterk onderzoeken. Maar dat nou ja, dan lees ik daar misschien wel artikelen over. Maar die kom ik dan ook niet voor niets tegen. Omdat ik wel toch ook zoiets iets bespeurde terwijl ik daar was. Maar dat ondertussen ook zien in gewoon dichtbij in de familie. Het afzonderen, het vereenzamen. Wat ook achter. Nou ja, goed. Dit is dan dichtbij in de familie. Vereenzamen, achterdochtig worden naar de grote wereld. Zelfs politiek gezien, dan ook een kant uitschietend. Wat een gevolg daarvan is. Wat ik dan. Ja, dit zijn allemaal aspecten of allemaal ja. invloeden bij elkaar die ik ben gaan begrijpen terwijl ik dit werk maakte. Dus dat is dan, heeft dan invloed op elkaar. En ook wetende, dit gaat niet over die Japanse jongeren. Hoeveel zijn het er? Hoeveel? 800.000? Of die zich opsluiten in hun kamer. En hun ouders zetten hun eten buiten hun kamer neer. Mm. Want bespreken en therapie is eigenlijk, dat begint iets meer los te komen, maar dat je als individu spreek je niet heel makkelijk uit over je ja. eigen gevoelens in de Japanse cultuur. Dus ja. dat weet ik dan. Er zijn ja. ook volwassenen die zich gewoon. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk inmiddels ook hier of in de ja. UK misschien. Die zich helemaal terugtrekken. Dus dit is ergens daar wel een weerspiegeling van. Ja, het ons laten voelen ervan. Maar ook, het is ook ontzettend. Er zit ook een, voor mij, grote schoonheid in. Dus, ja. En eerst is het een heel aantrekkelijk. Als een mot vlieg je op dat, ja. op dat licht afvliegen. En niet. Wij zijn aan het einde gekomen van ons eerste uur. En dat betekent dat wij nog met elkaar in gesprek kunnen gaan. Maar dat ik wel afscheid ga nemen van de mensen die meekijken thuis. Het einde van het interview. I know, het ging ontzettend snel voorbij. Het hele programma is nog terug te zien via de website van Pakhuis de Zwijgers. Dus dezwijger.nl. En de expositie, The Humanness of Our Lonely Selves, is nog te bekijken in Huis Marseille tot 13 oktober. Er zijn ook hele mooie limited editions en special editions. Prints daar die je kunt krijgen. Kopen. Heel fijn dat jullie bij ons waren in het gesprek. De fotochroniek van deze maand. Een hele fijne avond. Voor mensen die meekeken met ons. We zijn nog niet aan het einde. Het gaat ontzettend snel voorbij, hè, zo'n gesprek. Ja. Ja, maar je hebt ons al heel erg veel laten zien. Van, letterlijk en figuurlijk. Van wat jou beweegt. En waarom je maakt wat je maakt.
En hoe je maakt wat je maakt, ook intrigerend. Maak nog even af wat je net wilde zeggen. Als je het nog weet. Ja, over die over dat, eenzaamheid. Dat het als een mot trekt het lichtje ja. aan, maar dan zit er ook een diepere laag onder. Ja, ik hoopte dus, ik vind het zo leuk om te zien dat heel veel van jullie de expositie al hebben gezien. Er hangt dus vooral die hele lange rij van 14 drukken. En, wat wou ik zeggen was dat ik het is ook misschien net als wel met die landschapswerken, waar ergens ook een esthetiek in te voelen is. Zeker met die handdrukken en dan inlijsten. En dan, maar ik zelf voel daar ook die andere kant daarachter zitten. Eerst de mooie buitenkant en dan zit daar het diepere, donkere achter. En dat... daarin zie ik voor mij de gelijkenis ook tussen die, of het verloop in deze verschillende onderwerpen van mijn gehele werk. Ja, mooi. Hmm. Ik zou wel wat vragen willen uitnodigen van jullie. Hmm. Vind je dat goed? Mm-hmm. Ja. Ja? Vraag. Wie heeft er een vraag? Over wat dan ook dat we hebben besproken in 3 vragen. Misschien kunnen we eerst persoon de achterste persoon. Ben ik dat? Ja, jij was het. Dankjewel. Ik vroeg me af, de enige kleurenfoto die we hebben gezien was die van je moeder, toen ze je zusje baarde. Ben je gelijk voor het wit gaan fotograferen toen je aan de kunstacademie begon? Of is dat iets wat later in het proces is gekomen? En waarom? En dan zeg ik altijd heel flauw aan iemand die kleurenwerk toont, wordt niet gevraagd, hey, waarom fotografeer jij kleur? Ik heb wel, maar ik snap je vraag hoor. Ja, er zit, ik vind het effect van kleur altijd zo heftig. Ja, en het is niet per se dat ik zoek naar het tijdloze, het wordt natuurlijk wat abstracter. Maar stel al die natuurbeelden, als ik dat in het groen had gefotografeerd. Nee, dan had ik niet diezelfde ruimte kunnen vinden. Ja, toch de psychologische ruimte, die zou ik niet... Het is minder bombastisch, misschien minder... Of ik moet het omdraaien. Het zwart-wit geeft meer mogelijkheid om, denk ik, je eigen plek in te vinden als kijker. Misschien vind ik kleur te veel een... pleasing, maar dat kan ook met zwart-wit. Dus dat... Ik was vooral benieuwd dus ook of dat iets is wat je al wist voordat je echt een professionele praktijk had als fotograaf. Dat je echt zo begon... Of dat het iets is wat je later op de academie ontwikkelde. Ik bleef dus in die doka staan. En mijn collega, vrienden, fotografen, die hadden opdracht in de Volkskrant magazine. Wauw. Maar ik dacht, dat zie ik nooit zwart-wit staan. Dat zag ik dan niet zo weinig. En ik kan ook niet flitsen. En zij kunnen allemaal inflitsen. Ik bleef zwart-wit. En ik heb natuurlijk ook kleur gedrukt en gefotografeerd tijdens de academie. Ook zelf afgedrukt, kon ik ook. Maar dat... Het intrigeerde mij dus gewoon niet. Ja. Het bracht mij niet genoeg tot die wereld die hier voelbaar is. Dankjewel voor je vraag. Was iemand net voor jou... Nog een vraag, ja. Hi, heel erg mooi je werk. Dank je. Ik vroeg me af in hoeverre je iets regisseert... Of niet? Ik bedoel, hang jij net iets scheef? Of is dit wat je tegenkomt? Nou, er is 1 foto en dan zit er een sticker op het raam. En dit is al best wel, dit is heel dichtbij. In Japan houdt men heel respectvol afstand van elkaar. En toen ga ik die sticker... Dus maar dat lukte niet. Maar ik dacht ook wel, oh, wat brutaal. Terwijl nu als ik die stukken zie, dan is het ook prima. Maar
Welke foto's? Even, kunnen we dat zien? Of? Volgens mij komt die later, ik zal het zeggen. Dat is wel Misha de Ridder, fotografeert in de natuur. Nou, die heeft ook geweldig, die weet precies. Dan gaat hij naar Noorwegen en dan weet hij heel goed wanneer dan de zon zo valt en de maan. Zo. En toen heb ik wel eens gedacht, oh, jeetje, als ik dat zou weten, wat zou ik dan meer situaties hebben kunnen vinden die ik naar mijn hand kon zetten. Maar nee, ik moet het gewoon zien en het moet gebeuren en dan fotografeer ik. Dus dat. Dankjewel voor nog een leuke vraag. We hadden nog nummer 3 en nummer 4. Yes. Mijn vraag gaat met name over het. Over het eerste deel, het stedelijk gedeelte, en het laatste deel, het loneliness gedeelte. Expliciet, je ziet geen mensen. Mm-hmm. In hoeverre zit daar impliciet wel mensen in? Ik bedoel bijvoorbeeld in de stedelijke omgeving, dan zie je een donker gebouw, maar dan brandt één lichtje bijvoorbeeld. Dat betekent ook eens dat daar mensen zijn. Over het laatste deel wat gaat over loneliness, impliceert ook dat daar mensen betrokken zijn. In hoeverre is de mens wel impliciet aanwezig in je werk? Ik dacht ook aan dat landschap nog, met die, je had het met over die lijntjes. Met die lijntjes, dat is natuurlijk ook, dat is een pad voor mensen. Dus in hoeverre is de mens wel impliciet in je werk aanwezig? Nou, eigenlijk, misschien is dat wel de enige foto. Dat was zo'n zwarte berg met die lijntjes. Dat is dus, was ook niet de bedoeling. Ik stond die foto, ik was aan het belichten. Dat was dus echt in het donker. En er lopen mensen, die hebben die vulkaanuitbarsting aan de andere kant van de vulkaan gezien. En lopen ze met z'n allen naar beneden met zaklampen. En ik stond daar met mijn camera open, 15 minuten. Voor de rest fotografeer ik dus allemaal in licht en heel soms in het donker. En dat ik dacht, nee, dan krijg ik waarschijnlijk allemaal lichtsporen op mijn... Maar dat bleek dus, dat werd dus een hele mooie foto zonder dat dat de bedoeling was. Maar dat, daar zijn dus werkelijk mensen die dat beeld hebben. Ja, goed, en deze die de lampen aan... Nee, ik ben... Ik negeer eigenlijk de mens totaal. Ook al dankzij hen kan ik deze foto's maken, omdat ze het licht aan hebben. Wat dus heel vaak plaps om 9 uur het licht uit, terwijl ik net klaar stond. Dus dan bleef ik dus over dus enceneren. Nou, het enceneren is dus eigenlijk blijven 24 uur, want ik wil deze foto hebben. En dat is een paar keer gebeurd. Dus soms daarna ook, als ik iets zag. Als de wieden weer gaan, zet ik alles neer. Maar het is zo zo'n subjectief werk. Ik ben zo bezig met mijn eigen... interactie met wat ik daar voor me heb. Of het nou deze gevels zijn of in de natuur. Maar... Er liep ook nooit iemand op straat 's avonds, dus ik werd ook niet gehinderd. Het is donker en men blijft binnen. Dus ook met de vreemde... Ik heb geen brutale dingen gedaan, maar ik zag het ook echt als mijn domein. Dat was mijn grote donkere kamer. En dan sta ik er misschien een meter of 80 centimeter van zo'n raam af. En als er dus soms een mens zo... Dit is een badkamer, weet ik nog, een badkamer. Soms hoor je natuurlijk even iemand schuifelen en dan... Maar ik was niet eens bang dat ze mij zouden zien, want dat voelt dan wel... Dan ben ik echt aan het indringen, ook al sta ik op straat. Maar dus ik vond... Ja, dit klinkt een beetje... wat wou ik zeggen? Dat het... De mens is eerder voor mij, stel die zou steeds aanwezig zijn, tot last. Maar dat klinkt heel vervelend. Maar deze ramen die geven wel een glimp van het leven van de mensen die erachter wonen. Nee, vind ik niet. Nee, je ziet uiteraard wel hoe zij alles hebben gepositioneerd. Maar ik wil niets over hen zeggen of over de manier waarop zij iets moois hebben gemaakt. Maar dat is hoe het bij mij ontstaat. Maar alsjeblieft, want als een toeschouwer kijkt, oh, kijk eens hoe mooi dit zo is neergelegd. Daar let ik helemaal niet op. Het is steeds een volledige compositie die ik zie licht-donker. Ja. Ik kijk denk ik als een soort...
dezelfde manier als ik ook lichamelijk dat landschap ervaar, zo, en dat is ook compositie, zo doe ik dat hier hetzelfde. En die details zie ik later bij het afdrukken. En dan is dat grappig om te zien, maar het zijn gewoon meer de grote vlakken. En of er een soort harmonie, ook stevigheid zit, ook in die vroegere stadsbeelden. Dan fotografeer ik pas of die interieurs of die gebouwen, wanneer dat eenzelfde soort monumentaliteit had en rust ook. Oh, hier is een stickertje. Dat is hem. Oh ja. Ja. Dat witte vlakje. Stel, je zou hem weghalen. Nee, hij zit wel goed. Ja. Ja. En dit is het enige trouwens, transparante raam. Want alles op de begaande grond, dat zijn dus echt in de jaren 50, 60... opvolging van waarschijnlijk het rijspapier, wat niet meer, hè, dat gaat op een gegeven moment stuk. Dus toen werd het glas met van die mooie ribbeltjes of patroontjes en bloempjes en streepjes. Mm. En hier denk ik dat dat ruitje kapot is gegaan en dan is er een transparante ingezet. Maar die mensen, het is wel, wat ik net vertelde, een reactie op die eenzaamheid vanuit verschillende hoeken, wat heel menselijk is. Maar dan het, ja, de compositie die ik dan uit die situaties haal. Ik wil die mens niet hun verblijf daarachter laten zien. Nee. Does that make sense? Klinkt misschien toch een beetje tegenstrijdig. Maar dat, ja, het is jouw werk. Maar we moeten nog even door, want we doen nu vragen, dus dan is het zo afgelopen. Want hierna komen nog een. Klopt. Want ik wil nog wat zeggen over wanneer het. Dit is dus allemaal meer op afstand. En op een gegeven moment had ik. Ja, hier zijn ze. Dacht ik, ik mis die lichamelijkheid of nabijheid. Maar niet dus met die personen daarachter, maar eigenlijk mijn eigen. Ja, dat klinkt ook wel corny. Dus mijn eigen. Ja, het heeft. Ik zette dit in een mapje voor degene met wie ik het boek maakte, Hans. En al die ramen zaten in één mapje. En dan ook een mapje met nee. Omdat ik dacht, die vind ik niet zo goed. Maar de ontwerper moet ook gewoon de ruimte hebben om. Genoeg materiaal te hebben om. Te kunnen ontwerpen. En dit was het mapje. Intimate Windows. Omdat hier die, toch dat stof wat tegen het glas aan vlijt. Of dit is, ik denk dat dit een soort kussens zijn. Deze maakte ik als eerste. En die zag ik daarna in de doka terug. En toen dacht ik, ja, dit mis ik. Ik wil. En dat is. Misschien had ik nog wel een tijd door moeten gaan. Want zo ging het ook in het landschap. Eerst dus meer op afstand. En toen dacht ik, ik moet er meer in. En dat heb ik eigenlijk met deze laatste 6, 7. Die hangen in Huis Versailles, dus apart in deze ruimte. Ben je eigenlijk ooit betrapt door de bewoners? Nee, er is in die 7 reizen zijn er 3 mensen op straat geweest. Oh, wow. Ja. Een vrouw met een hondje. Want in Nederland loopt iedereen met een hond. En is het wat mat dat. Maar het is, ik snap het nog. Zou het nog steeds moeten vragen. Hoe kan het toch dat. Dit zijn natuurlijk allemaal kleinere dorpjes buiten de grote steden. Iedereen is binnen. Ik was er meestal in augustus, warme maand. Iedereen zit binnen met de airconditioning aan, maar ook was ik er wel in andere periodes. Maar, maar dan zei ik bijvoorbeeld goedenavond op zijn Japans. Het gaat ook niet meer in. Ik ken maar 4 woorden nog steeds of 5 woorden. Foto, dan wees ik op mijn camera en die dat deed ik dan wel. Die draaide ik nog snel van een raam weg en dan zei ik maak een foto van de straat. Maar dat was helemaal niet nodig, want niemand zegt iets terug. Want dat is eigenlijk, ze willen niet onbeleefd zijn. Dus ik ben blijkbaar iemand die daar zijn ding doet. Dan laat ik je. Dus Zijn er nog meer vragen? Ja, nog 1, 2, 3. Hier voor iemand. Hè? Ah ja. Hi, ja. Ik ben benieuwd als je zo'n foto kiest.
Of je er meerdere van hebt gemaakt. Dat je zegt, nou, dit was het. Dit was het moment. That's it. Ja, ja, vind ik een goede vraag. Ik moet meteen denken aan een oud-docent van mij die... waar ik een keer mijn werk aan liet, die belangrijk voor mij geweest is als docent, Hans Scholte. En die liet ik... Nee, dat was zelfs nog ook misschien tijdens mijn student zijn. Maar wat dan, soms blijven woorden zo bij. Hij zei, je moet soms even gewoon een stap naar links of naar rechts doen. Of meer naar achteren. Je moet wat meer variëren, meer wat variaties. Maar dat doe ik dus eigenlijk nooit. Dus ook niet met die ramen. Dus... Zo past die compositie. En dan ook in die natuurlandschappen. Want dan liep ik, en ik niet met mijn camera constant in mijn hand. Maar dan ineens, dan gebeurt er dus iets wat ik dan blijkbaar eerder voel, bijna dan zien. Maar dat loopt heel erg door elkaar, denk ik. En dat was dan duidelijk. Dus dan zet ik statief neer en dan ging ik niet... naar daar en naar daar. Alleen verschillende sluitertijden voor de zekerheid. Hebben we meer een vraag die erop aansluit? Dus dat, nog eventjes. De microfoon komt naar u toe. Nee, ik wist niet goed hoe dit inpast met sluit hierop aan. Dus in de tentoonstelling is er één beeld waar twee versies van zijn. En ja. De een is scherper dan de andere. En ja. Dat... You got me, want daar deed ik een stap opzij. Okay. Want dan zie je net bij de een een strookje meer licht. Ja, klopt. Ja. Maar dat wilde u gewoon even zeggen. Ja. Ja. Maar dat... Ja. Ja, dat is een keuze op het moment dat je de foto neemt. Of misschien een keuze... die in de doka komt, ik weet niet. Maar in ieder geval viel het op. Ja. Nou klinkt het alsof ik mezelf helemaal... Nee, ik doe nooit het, maar dat deed ik daar wel. Toch één keer gedaan. Daar hangen ze bij elkaar. Gezien. Dat was dus want ja. een heel duo, okay. Dat gebeurt niet. Laten we... microfoon... Bij jouw werk vindt dat jij heel goed weet te verwoorden... wat jou drijft tot die foto. Hmm. Qua gevoel, en misschien komt het achteraf pas. Maar... Ja, dat vind ik juist heel bijzonder. De helderheid, ja. Waar was de volgende vraag? 1, 2, ja. Kun je je voorstellen dat je digitaal gaat fotograferen? En als dat zo is, zou dat je werk anders maken? Geen idee. Nou, ik denk dat ik dat dan ook wel zou kunnen. Of het anders zou maken, ja. Of het anders... Nee, dan zou ik het misschien draaien naar... geen idee. Ik ben deze zomer begonnen met het fotograferen met een 4x5 inch. Nou, dat is dat. Jeetje, dat heb ik alleen als student gedaan. Dus hè, nog gewoon zo'n balgcamera. Oh, dat vind ik leuk. De laatste foto, Camilla, achter deze. Die heb ik expres als laatste geplaatst. Ik heb dus dit is dus net de binnenkant van een 4x5 inch. Dit is dus gewoon een raam met golfplaten aan de zijkant. Ik vond dit een mooi afsluitend beeld. dus ik weet ook niet wat mijn nieuwe werk gaat zijn. Het is heel fijn dat komt wel, wat dat zal worden of hoe ik doorga. Maar nou ga ik eindelijk eens met een andere camera proberen te fotograferen. En zal ik dan... Misschien weer terug naar het landschap, dat weet ik nog niet. Maar met een digitale camera... Oh, dan moet ik mijn laptop updaten. En dan er komen allemaal complicaties bij. In plaats van dat gewoon die doka daar is. En, dan digitale prints. Maar daar kan je ook negatieve van maken, natuurlijk. En dan... Ik denk niet, ik weet het niet. Nee. Hoef ik denk ik gewoon gelukkig niet over na te denken. Sluit uw vraag erop aan? Ja. Waarom werk je nu met een andere camera? Nu? Ja. Goeie vraag. Omdat ik helemaal niet weet hoe ik
En dat vind ik ook helemaal niet erg, maar ik weet helemaal niet hoe ik verder zal gaan. En nu laat ik voor het eerst misschien dan een camera, een zo'n... het is dus en heel traag. Daarom heb ik dat ook nooit gedaan, die doek over je hoofd. En dan nog, en dan dat focussen. Maar je kan het hoeft ook niet altijd met doek, maar ik moet dat dus nog eigen maken. Maar omdat ik denk, al die 12 jaar in het landschap, wat als ik dit met een 4x5 inch had gedaan. Ik denk echt dat dat wel mij meer weer kan leren. Daarom ben ik dat gaan doen. Dus het begint... dat is heel spannend. Ook aan het begin van die ramen. Nu begint het echt. Mm. Dus dat is het mooiste gevoel. Ook wanneer het werk al veel... wanneer ik dat heb kunnen exposeren. Maar nou gaan we echt beginnen. En nu weet ik het ook niet meer. Vooral, dat is het spannende nu... niet een onzekerheid dat het niet... Dat is ook de zekerheid van het onzekere in de nieuwe dingen ontdekken. Daar antwoorden die daaruit komen, die weer vragen oproepen. Dat is natuurlijk een soort motor. Ja. Ja. Ik wil graag onze allerlaatste vragen horen. Ja, daar. We hadden hem al. Nou, werkelijk fantastische tentoonstelling, vond ik het. En dan kom je op zolder en dan draait er ook nog een prachtige film. Ah, ja. Met fenomenale muziek. Kun je iets vertellen over hoe je ertoe kwam om het ook op die manier je werk te verwerken? Ja, leuk dat je dat vraagt. Ja, dat is ook wel een kluif, want het is dus 90 minuten en die beelden... Er staat ook in de teksten bij dat dit... is dus beeld wat bij een muziekstuk live werd geprojecteerd. En dan is er af te wisselen met het zien van de vleugel en de drie strijkers. Gecomponeerd door dus Morten Veldman, waar ik het net over had. Ik heb eerder een samenwerking gedaan met een componist, Thomas Larger. En dat was de Living Mountain. Dat werd uitgevoerd ook in Duitsland. En dat ensemble... waar het ook toen daar werd geprojecteerd. Het ensemble vroeg of ik het over een jaar... bij dat stuk van Morten Veldman een projectie zou willen maken. Dus zo is dat ontstaan. En ik ben gaan kijken waar dat muziekstuk... hoe dat tot stand is gekomen. En hij schreef het in gedachten voor de Japanse pianisten... van het Kronos Orkest. En toen dacht ik heel makkelijk... Nou, oké. 1 en 1 is 2. Ik ben die ramen aan het fotograferen in Japan. En daar ben ik dus ook heel veel in gaan zoomen. Dus ik heb het heel erg abstract vaak ook. Toon ik het in die projectie wat past bij die hele minimalistische muziek. En dat was dus heel mooi dat dat ook in het museum geprojecteerd kon worden. Dus, en dat gaat zeker nog wel... Zeker? Nee, niet zeker. Ja, want dat... Oh, wacht, ja, nee. Heel misschien probeert een vriendin-curator in Boedapest het te laten uitvoeren. Daar zie ik naar uit. Dus weer met de muzici en de projectie. Want ik was er laatst om te fotograferen en toen zag ik iemand een half uur zitten. En toen kreeg ik bijna... Ik dacht, je blijft zo lang zitten, want dan neem je echt de tijd om heel langzaam die beelden in elkaar over te zien vloeien. Dat vond ik best wel mooi om te zien. Ja, ja zeker. Ja, dat ik iemand weet daar zo lang de tijd voor nam. Ja. Dat bedoel ik. Ja, de tijd. Okay. Ja, ik weet dat er nog 2 mensen zijn met vragen in de zaal. Misschien als het in 1 zin te beantwoorden is, dat we dat nog één zin kunnen doen. Hier een vraag van onze... Ik beloof het. Een van onze verhalenvertellers in het midden. En daar nog een vraag van een van de weinige studenten, denk ik. Ja. Hi, dit is een hele korte vraag. Over dromen. En we hebben het over zwart-wit hier. En we hebben het een beetje over kleur gehad. En toen vroeg ik me af op een gegeven moment... in welke kleuren droom je? Of is dat zwart-wit? Er zijn ook kleuren, hoor, wat mij betreft. Mm.
Nee, maar dat in welke weet ik kleur echt droom niet. Je? Nee, geen nou. Idee. Dromen wij in kleuren? Ja, misschien dromen wij in. Ja. Ik vind het een hele filosofische vraag ook. Best nee, lastig te beantwoorden. Ja. Weet je het van jezelf? Ja. Okay. En jij? Sommige in kleur, sommige in zwart-wit. Ja. Ja, nee, ik heb geen idee. Ik weet wel dat wanneer ik dus fotograferende ben, dat ik kijk in vlakken en vormen en in compositie en niet in kleur of zwart-wit. Daar kan ik wel op antwoorden. ik zal erop letten bij mijn volgende droom. Nou, onze allerlaatste vraag. Ik begeef mij een beetje op gevaarlijk terrein van het ontdekken van analoge fotografie. Het ontdekken van analoge fotografie, daar ben jij nu. Ja, tenminste, ik ben er al eventjes mee bezig. Maar ik vind het heel dubieus omdat het en heel kostbaar is en heel veel chemie wat slechter voor alles. Kan de microfoon iets dichterbij? Oh. Het is heel kostbaar, ja. Ja, het is kostbaar en ook voor alles wat leeft met die chemieën en plastic rolletjes, contactsheets, de hele tering zo. Dus ik had zoiets van, soort van, hoe kan je dit verantwoorden naar jezelf? Je bedoelt omdat de chemie vervuilend is? Ja, en ook dat het duur is. Soort van, hoe maak je dit praktisch en verantwoord je het naar jezelf? Ik gebruik vaak tetanol. Dat is de minst vieze. Ja, want digitale fotografie is ook best vervuilend. Heb ik mijzelf al. Trouwens, die kooldrukken is dus heel. Het is niet vegan, want de gelatine komt uit rund. Maar het is wel. Het is wel een hele schone techniek. Maar financieel verantwoorden, nou. Ja, ik heb dus altijd zelf ontwikkeld. Maar dat doe jij dus al. Maar dat is al een stuk goedkoper. Maar het is heel duur geworden, inderdaad. En dat. Nee, het is vreselijk. Ik zoek Kentmer is bijvoorbeeld de goedkoopste papier om je contacten. of die scan ik. Want soms heb ik ook echt geen geld. Ik hang in een heel mooi museum, maar ik ben er soms ook hartstikke blut. Dus dan scan ik de negatieve bijvoorbeeld. Dat is voor mij ook altijd nog wel. Maar, ook, ja, dus, als, maar goed, toen ik student was, was het wat goedkoper. Maar in die tijd natuurlijk ook. Nou, iets om zo meteen in het café. Maar heb je antwoord? Misschien is het een troost dat ik soms ook mijn contacten niet kan betalen en dan scan ik de negatieve. Ja. Wel naam, maar geen. We geld. Eindigen weer. ik doe iets fout. We eindigen weer bij de troost. Nou, jeetje. Het was een. Ik wil jullie bedanken. Dank jullie wel. Ja, we zijn. Wacht eventjes. Ja, oké. Nou, mag op zich. Goed om dit even te ontvangen, inderdaad. Het is heel erg uit het hart voor jou. Wat ik wil zeggen is ook aan jullie allen, inderdaad. Dank jullie wel voor het hier. Even een side meeting. Ik wil ook nog iemand bedanken. Je wil ook iemand bedanken? Wil jij bedenken? Ik wil hier degene bedanken die de kooldruk heel erg mooi heeft ingelijst met de lijstmaker. Dus ik ga er niet aanwijzen, want dat vindt ze niet leuk, denk ik. Maar, dus hoe zo mooi het gepresenteerd is mede dankzij haar. Dank je wel. Mooi, dank je wel. Ja. Nou, ik wil jou bedanken, Aworiska, voor dit mooie gesprek. Het was, we hebben veel gecoverd. Het was echt een gesprek over het begin vragen. En de volharding en de vertraging en de verdieping en ambacht en de betekenis en het licht en het donker op vele manieren. Zoals ik al zei, we hebben het bijna allemaal al gezien, maar tot 13 oktober kunnen we nog in huis. Maar zei je terecht om het werk nog eens met nieuwe ogen te bekijken. Dit was natuurlijk het programma van Pakhuis de Zwijger. En als je meer wilt bijwonen, maar ik zie al wat bekende gezichten die hier vaker zijn, maar altijd welkom. Check onze website voor de volledige agenda en natuurlijk elke maand de fotochroniek. Je kunt ook vriend worden van Pakhuis de Zwijger.
om bij te dragen aan het altijd toegankelijk houden van deze programma's en het meedenken aan de mooie inhoud ervan. Nogmaals, dank aan jullie allen. Dank aan jou, Aworska. We zien nog veel meer van, van jou. We blijven met je meegaan op deze reis. En we zien jullie graag ook terug op 21 oktober. Dan is Martijn van der Griend te gast. En ook hebben we overdag op die dag de derde editie van de Dutch Photographers Day. Met Pakhuis en Duvo. Fijne avond. We zien elkaar in het café.